Ja, welkom allemaal bij weer een gloednieuwe gameplay video van Farming Simulator 2022. We zijn heerlijk in de warme maand mei en de temperaturen lopen al op. En dat betekent dat de gewassen op onze velden enorm goed hun best doen. En wij gaan in onze nieuwe Case 2 Magnum stappen. En dan hebben wij aan de achterzijde geplaatst onze Amazon ZGTS 10.001. Oftewel onze nieuwe, met nadruk op nieuwe, kunstmeststrooier die 42 meter breed kan strooien. En dan ga je denken van nou, wat is de reden waarom je deze kant oprijdt? Nou, dat is heel simpel. Wij moeten natuurlijk kunstmest gaan vullen in onze kunstmeststrooier. En nou rij ik eventjes zo, want al onze andere silo's zijn op. Maar toen bedacht ik me, hier hebben wij nog voldoende. Even kijken, en moet ik het wel even zo doen. En zak maar, of wat anders, laat maar zakken. Want hier hebben wij dus nog wel voldoende kunstmest. En omdat we behoorlijk veel velden moeten gaan doen, ga ik gewoon, denk zo'n 3000 liter in ons tank. Nou ja, 4000 liter, we maken het ook uit. Dit is onze kunstmest strooien. Dus we kunnen hem ook helemaal volgooien, dat maakt ook helemaal niet uit. Want dan kunnen wij die andere kunstmest strooien, die kunnen wij dan gaan gebruiken voor eventueel landbouwkalk of iets. En dan hoeven we dat dus niet de hele tijd heen en weer te gaan wiebelen. Dus ik denk, ja, we gaan hem gewoon helemaal volgooien. Dat is wel mooi. Er gaat behoorlijk wat in. We hebben nu 70%, oftewel ja, 10.000 liter gaat erin. Dan snap ik dus niet waarom die de 10.001 heet. Want ik hoop dat er dan 10.001 liter in kan. Het zou zo stom zijn als er 10.000 liter erin gaat. Maar we gaan het meemaken. 10.000 liter en dan heet je de 10.001. Ja. Degene die de naam heeft verzonnen, ja, die telt zichzelf waarschijnlijk mee. Maar dat geeft ook niet. En we gaan hier netjes naar rechts. En dan hebben we de... Ja, kijk eens. Dan staat het er echt wel mooi bij, hoor. Want we beginnen hier gewoon op veld 47. En dan gaan we gewoon hier beginnen. Even kijken. Maken we dan niks kapot? Nee, dan maken we niks kapot. En dan wil ik wel eventjes kijken hoe ver wij... Moet ik hem nog uitklappen? Ik hoef hem niet uit te klappen. Even kijken. Dan... Ja, dan gaan we hem toch aanzetten. Kijk, en dan gaan we gewoon rustig aan rijden. En dan... Ben ik benieuwd of wij dus nu ook de zijkant krijgen. Maar kijk even. Kijk even hoe die... Oh, dit is gewoon één keer heen, één keer terug. Dit is een geweldige tip geweest, jongens. Dit is gewoon heerlijk. Moet ik zo meteen natuurlijk wel eventjes kijken of ik het goed heb gedaan. Dus we moeten wel even door blijven rijden. Ja, even kijken, uitzetten. En dan gaan wij... Oh ja, dit is perfect. Dit is gewoon perfect, jongens. Kijk dan. Dus dan ga ik hem gewoon hier. Ja, dan denk ik wel dat dit goed is. Dus zet maar aan. En rij maar terug. En dan hoop ik dat we de zijkant ook net meenemen. Ik denk het wel. Laten we zo meteen eventjes goed zien op de kaart. Want dan, ja, dan weten we het zeker. Ik kan ook een stukje naar links. Want we hebben dat halve veld al helemaal gedaan. Maar dan moeten we hier ook door blijven rijden. Dus ja, zet maar uit. Dan rijden we eventjes achteruit. En dan zetten we hem alvast neer bij veld 50 en 51. En dan moet ik zeggen, dat dan gaat het behoorlijk snel met deze. Dus eventjes netjes hier neerzetten, zo. En dan gaan we eventjes kijken naar de kaart. En zoals je kunt zien is veld 47 dus met één keer heen en één keer terug helemaal bemest. En dat is heerlijk, want dat betekent dat wij ja, onze taken gewoon... veel sneller kunnen uitvoeren. Maar dan gaan we dus nu ook snel kijken hoe snel we veld 50 en 51 kunnen bemesten. Zet maar aan en dan zijn we onderweg. En ja, moet je even kijken jongens, wat een breed... Oh, dit is zo geweldig. Ik hoop dat ik hem gewoon puur op het randje zo kan meenemen. Maar dit is toch geweldig jongens. Daarnaast hebben wij 106.000 euro weer op onze rekening. En ik moet zo meteen eventjes wat laten zien. Want ik heb toch even een nieuwe opslag gekocht. Een palletopslag. Want de andere die wilde ik natuurlijk op verspreiden zetten. Zoals jullie hadden aangegeven. Ik moet hier eventjes een mooie bocht maken. Zo. Dan rijden we even zo. Ja, dan rijden we die kant op. Maar... Ja, daar kon je de pallets niet op verspreiden zetten. Met andere woorden, ik kon daar helemaal geen pallets opslaan. Dus ja, dat was eigenlijk zonder geld. Ik heb hem nog kunnen verkopen voor 7500 euro. En ik laat zo meteen even zien wat ik daarvoor heb teruggeplaatst. Maar dat is gewoon een betere opslag wat ik dus nu heb. Ik hoop wel dat ik precies aan de zijkant straal een beetje. Zo, we gaan hier
Even kijken. Een mooie draai maken. Komt geen trein aan. Dat is lekker. Zo uitzetten. En dan kunnen wij direct hier. Ja, volgens mij heb ik de zijkant gewoon helemaal meegenomen. Dus en dan rijd ik hier gewoon. Zet ik hem aan. Dan red ik het net niet, denk ik. Even uit. Ga ik even uitstappen. Want dan wil ik wel eventjes kijken. Want volgens mij neem ik het dan net niet mee. En je ziet dit strookje hier. Ja, dat is. Nee. We moeten eventjes opnieuw. We stappen ook aan deze kant in. Dus we gaan eventjes opnieuw daar naartoe rijden. Want ja, dat is toch een beetje uitproberen. Ik zal de klep eventjes dicht doen. Of het zeil er overheen. Zoals dat zo mooi wordt benoemd. Even kijken. En dan wil ik toch ja, een stukje dichterbij. Ik heb de camera een beetje hoger. Dat we het goed kunnen zien. En ik reed dus net daar. En dan wil ik dus nu aan deze kant. En dan rij ik dus alles dicht. Kijk, en dat is goed. Dus we moeten gewoon deze weg aanhouden. En dan gaan we het gewoon goed doen. Dan wil ik nog niet veld 48 en 49 meenemen. Nee, dat doe ik zo meteen wel. Maar dat we nu ja, enorm veel tijd besparen, dat is wel lekker. En dan zijn alle velden die wij hebben, die zijn natuurlijk helemaal vol met gewassen. En dan kunnen we in de aankomende periode kunnen we ook alweer de tarwe zo meteen gaan oogsten. Want dat is ook wel eventjes belangrijk. Want dat zit er natuurlijk ook alweer aan te komen. Ik rij hem gewoon hier, zo, hier. Doe ik hem aan. En ik denk dat we dan wel goed zitten. Dan hoef ik nog maar één keer terug. En die andere kant nog eventjes te doen. En dan zijn we er al. En dan, ja, ik ben zo blij met deze tip geweest, jongens. Dit is, ja, 42 meter had ik eerder moeten doen. Maar ja, dat is, dan moet je alles maar een keertje weten. Kijk, en daar gaat de trein van Elm Creek. Met andere woorden, wij kunnen dus zometeen, ja, heerlijke bocht maken. Zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over een trein die langs dendert. Even kijken, hier rechtdoor rijden. En we rijden toch met 18 km per uur over het veld heen. Dat is toch wel netjes, jongens. Kijk eens, en dan moet je kijken wat een stuk. Oh, jongens, dit is zo lekker. Dus zet maar aan. En dan ja, strooien we dat hele gebeuren gewoon helemaal met kunstmest. Ik zie toch wel behoorlijk grote stenen, hoor. Dus de eerste taak voor het volgende seizoen wordt gewoon dat we dus alle stenen gewoon eventjes van de veld af gaan halen. En dat gaan we ook zeer zeker doen. Ja, dan dat moet buurvrouw Agnes maar even gaan doen. Want dat neemt zo gigantisch veel tijd van ons in beslag. En dat, ja, we willen dat niet. Daar hebben we gewoon geen tijd voor. We hebben andere taken te doen. We moeten ook gewoon onze opdrachten gaan delegeren. En even kijken, ik wil hier. Dit gaat ons net niet lukken natuurlijk. Nee, nee. Dit is een te groot stuk. Dat is jammer. Dat had ik beter moeten doen. Dat had ik veel beter kunnen doen. Gaan we zo meteen wel eventjes kijken op. Zo, even uitzetten. Doen we hem nog eventjes zo. En dan hebben wij veld 50, 51 en 47 helemaal bemest met kunstmest. Nou, dan gaan we nog eventjes veld. Ja, doe maar uit. Gaan we ook nog eventjes veld 48 en 49 bemesten. En dan zijn we er ook zo doorheen. En dan kunnen we alweer door naar de volgende taak. En de eerste taak die wij moeten gaan doen is kuilvoer naar de koeien brengen, jongens. Dat is wel even een belangrijke taak. Dus zet maar aan. Dan kunnen wij gewoon lekker netjes hier zo heen en weer strooien. En dan gaan we zo meteen het kuilvoer ja, naar de koeienstal brengen. Want dat is wel belangrijk. Dat moet ook door blijven gaan. Want zodra het kuilvoer niet meer aanwezig is, ja, dan gaat de gezondheid van de koeien ook snel achteruit. En dat willen we absoluut niet. Dus ik ga hier even een mooie draai maken. Zodat ik weet dat ik alles meeneem. Kijk, die kan ik ook hier. Ik kan het hier niet goed zien, hè. Dat is wel balen. Maar ik denk wel dat ik gewoon, als ik zo eventjes blijf rijden, Dat ik gewoon nog één keertje terug moet zo meteen. En dat doen we dan ook zo. Ja, ah joh, ik had hem veel meer naar rechts kunnen pakken. Maar ja, goed. Dit is de onervarenheid die we nog hebben met deze grote, brede, ja, Amazon 10.001. Ja, goed, dat gaat ook wel weer goed komen. Dus doe ik hem even uit. En dan draaien we hier. En dan, dan is de allereerste taak van vandaag ook alweer gedaan. En daarnaast had ik jullie natuurlijk ook gevraagd over de John Deere. Wat we daarmee moesten gaan doen. Want het is een hele grote en een hele mooie machine. Maar
ik kan daar niet mee omgaan. Het is zo'n raar apparaat. Ik kan daar eigenlijk helemaal niks mee. Met andere woorden, we gaan hem dus verkopen. Ik ga naar jullie luisteren terwijl we hem uitzetten. En dan gaan wij gewoon lekker deze machine terugzetten. En dan ben ik al echt wel blij met de aankopen die wij natuurlijk hebben gedaan op de boerderij. Hè? Natuurlijk in de vorige keer. We hebben natuurlijk deze mooie combinatie hebben we gekocht. We hebben natuurlijk de Nieuw-Holland T8 hebben we gekocht. Ja, daar ben ik echt enorm blij mee hoor. Dus we zetten deze terug en dan gaan wij... Ja, kijk, deze rijdt ook wel heerlijk soepel achteruit hoor. Zo, een mooi onder de overkapping. Yes, en koppel me los. Dan gaan wij dus nu eventjes de kipper pakken. En dan zetten wij die bij de kuilvoer. Dan gaan we hem vullen en dan rijden wij direct door naar de koeienstal, jongens. Even aankoppelen. Zo. Even rustig aan. Ah, die kleurencombinatie is toch niet echt... het hoort niet, het hoort niet echt bij elkaar, jongens, maar dat geeft ook niet. Even kijken. Hier, kunnen we hier nog een beetje ronddraaien? Ja, we kunnen hier nog wel een beetje ronddraaien, denk ik. Ook niet, dus het wordt een beetje druk hier. Daarnaast gaan we natuurlijk ook nog de kippenren die hier staat. Die gaan we dus ook, ja, die gaan we weghalen. En dan gaan we een nieuwe kippenren plaatsen. Maar ik moet nog wel eventjes bedenken waar we dat gaan doen. Dat is wel een goede vraag. En om de bak te vullen moeten we natuurlijk wel het kuilvoer met onze verrijker in de bak natuurlijk plaatsen. En dat gaan we ook doen. Zo, we moeten wel even afstandje nemen, want de bak zit alweer bijna vol. Zo, even netjes omhoog. En dan laten we het laatste beetje lekker zakken. En dan hoop ik dat alles erin kan. Nee, natuurlijk niet. Dat is altijd zo. Maar dat geeft ook helemaal niet. Dan zetten wij deze natuurlijk weer even... Ja, en dat wiebelen komt gewoon omdat... ja, we hebben gewoon geen gewicht op onze verrijker. Dat moet ik nou nog steeds doen. Ik weet het. Gaat ook echt wel absoluut een keertje komen. Met nadruk op een keertje. Dan rijden we even achteruit. Want dan moeten we natuurlijk ook wel weer deze mooie verrijker zetten we wel weer eventjes terug. Zo even de balk weer insluiten. En direct wegzetten. En dan gaan we onze Macy Ferguson instappen. Dan gaan wij het kuilvoer natuurlijk bijvullen op... Ja, in de... Niet op, maar in de koeienstal natuurlijk. Dus achteruit rijden. Dan gaan we dan kijken wat er nog meer nodig is. En misschien kunnen we dan ook wel gaan kijken of we eventueel een beetje drijfmest kunnen gaan verkopen. Want ja, geld is geld. En ik verdien heel graag geld. Maar kijk even, jongens. Wat een ding, joh. Die dingen worden steeds groter, joh. Verlichting aan. Moet je ook even dat geluid horen als je... Oh, het is echt een hele dikke... Een hele dikke trekker is dit, jongens. Goed kijken, want ik wil niet weer een ongeluk. Daarnaast is het de maand mei. En volgens mij verkopen wij niet zo veel in deze maand. Ga ik wel even nakijken. Want stel je voor, we vergeten iets. En dat wil ik dus absoluut niet. Dat we iets vergeten. Want iedere maand dat we geld kunnen verdienen. Dan wil ik ook daadwerkelijk geld gaan verdienen. Kijk, en het kuilvoer was alweer bijna op. Het stro ligt er nog voldoende. En ik zie dat het hooi ook wel hard gaat. Nou ja, daar ligt nog ook wel voldoende. Dus keep hem maar om. Kijk eens. En dan kan dat er netjes bij. Ik zal niet dichtbij rijden. Maar dan hebben we weer 22.500 liter erbij. En dat betekent dat we weer de aankomende maanden weer geen zorgen hoeven te maken over onze koeienstal. Dan moet ik natuurlijk wel eventjes kijken. Ik zal eventjes uitstappen. Even kijken. Want ik ga heel eventjes kijken. Kijk, er staat nog... Oh, er staat... Hey. Er staan nog twee balen hooi. Dus met andere woorden, dat kunnen wij dus gewoon netjes gaan bijvullen. Even kijken. We hebben stro 34, melk 12.000 liter. Dat is ook lekker. Stro 49.000 liter. Kuilvoer gaat ook goed. Mineraalvoer kunnen we ook wel even bijvullen. Maar drijfmest, jongens, 100.000 liter. Dus ik ga eventjes kijken of wij wat kunnen doen met dat drijfmest. Ja, ik dacht eventjes de drijfmest in deze kipper te kunnen vervoeren. Maar helaas kan dat niet. En daarnaast zie ik ook dat onze kipper gewoon helemaal naar de mallemoer is. Met andere woorden, deze moet echt gerepareerd worden. Dus dat gaan wij ook doen. En nou ben ik benieuwd waarom deze... Wat is dit, jongens? Oh, ja, even aankoppelen.
Maar wat is dit? Waarom sta jij hier? Landbouwkalk, waarom... Wanneer heb ik jou hier geplaatst? Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik daar landbouwkalk heb geplaatst. Repareren, 734 euro. Nou, dat doen wij natuurlijk graag. En dan is die weer helemaal gemaakt. En even kijken, repareren hoeft niet. Repareren doen we deze ook gelijk. Hup, 69 euro. Dan zijn we daar ook weer blij mee. Dan is die wel weer helemaal gemaakt. Met andere woorden, wij kunnen deze gewoon lekker terugzetten. En dan moeten we ook eventjes kijken wat we met het landbouwkalk gaan doen. Daarnaast gaan wij nu eerst eventjes naar de winkel. Want dan gaan wij John Deere verkopen. En dan hoop ik dat hij nog een behoorlijk bedrag oplevert. Daarna gaan we ook nog kijken waar we van alles kunnen gaan doen. We moeten ook nog eventjes kijken naar de palletopslag. Dat heb ik zojuist ook nog gezet. Dan moeten we misschien nog eventjes onze hout... meubels moeten we daar ook misschien nog naartoe gaan plaatsen. Maar ik zet eerst eventjes deze netjes terug. Moet je even kijken, wat een ding, joh. Ik blijf verbaasd over hoe goed wij het doen op de boerderij. Even kijken hier naartoe. En dan rijden we hem achteruit. Want ik wil wel graag dezelfde spullen hebben natuurlijk op de boerderij. Dat weten jullie. Even kijken, hier achteruit. Dan hebben we 2 zometeen Case Magnums. Dan hebben we 2 Nieuw-Holland en een T8. Misschien kopen we dan nog wel een T8 in dezelfde uitvoering erbij. Want die is wel fijn. En zo maken we steeds meer sprongetjes natuurlijk naar een grotere boerderij. Maar we gaan nu eerst naar de winkel. En bij de winkel staat dit bakbeest. Ja, en dan gaan wij instappen. Dan doen wij voor de laatste keer de verlichting aan. En dan, ja, het is wel een mooi... Oh, zie je? Nou, daar gingen we alweer de verkeerde kant op. Het is echt sturen in de tegengestelde richting. Maar kijk even wat het ding, jongens. Het is echt een supermooi ding. Maar ik heb er echt helemaal niks aan. Ik heb zojuist 10.000 euro op de rekening gekregen. Of ik weet niet eens meer. Het was niet veel, maar dat geeft ook niet. Even kijken. Als wij hem willen gaan verkopen, dan... even kijken, dan verdienen wij hier nog 422.242 euro mee. En dat is wel lekker, want dan hebben wij 5,5 ton nog op de rekening staan. Kijk eens, ik heb hem dus nu verkocht. En dan hebben wij een bedrag van 532.830 euro op onze rekening. En dan gaan we nu ook daadwerkelijk de Macy Ferguson kopen. En hier staat hij dan, hoor. De Case 2 Magnum AFS Connect Series met 435 pk. Kan 50 km per uur. En is ook weer zo'n bakbeest. En deze kost ons dan 345.700 euro. En ja, dat is geld wat we hebben. Dus we gaan hem ook daadwerkelijk kopen. Dan gaan we hem nog even een gewicht geven. En dan gaan we weer terug naar de boerderij. En dan zijn wij in onze nieuwe Case 2 gestapt. Met andere woorden, we hebben er weer een trekker bij. En ja, hier kunnen wij dan wel mee overweg. Het is echt een bakbeest, jongens. Hier ben ik zo blij mee. Met andere woorden, we hebben dus nu 4 trekkers. Want we hebben dus natuurlijk nog 1 trekker bij de schapenboerderij staan. En dat is onze Class Action met het minst aantal uren. En die wil ik ook absoluut niet wegdoen. Want dat is echt wel een toevoeging voor onze schapenboerderij. Daar gaan we zo meteen ook heen. Want daar moeten we dus ook nog een toevoeging doen bij ons op de boerderij. Oftewel, we moeten daar een nieuwe schuur plaatsen. Want ja, daar komen ook steeds meer spullen bij. Maar ik wilde jullie natuurlijk eerst laten zien. Want hier, ja, zoals jullie ook kunnen zien, heb ik de schuur weggehaald en een nieuwe palletopslag geplaatst. En zal ik even uitstappen, want hier stond hij dan en hij kon hier helaas niet teruggeplaatst worden. Dat had ik wel heel graag gewild, maar deze was net iets te groot waardoor we hem niet konden plaatsen. Maar ik ga eventjes kijken, want ik heb alles op verspreiden staan. En zoals je kunt zien hebben we 4000 liter aan meubels, 11.000 liter aan krenten. Even kijken, maar die moeten wij helemaal niet opslaan. Dus dat is, die moet echt wel naar, naar onze vrienden van de ontbijtgranenfabriek. En dan, kijk eens, honing. Interessant. Suiker moeten we natuurlijk ook blijven verspreiden, jongens. Want dat moeten we helemaal niet doen. Kleding, ja, die moeten we natuurlijk ook opslaan. Ja, want dat komt dan allemaal hierheen. Dus dat zou allemaal wel wat beter zijn. Dus dat gaan we allemaal nog in orde maken. Maar dan weten jullie in ieder geval dat deze erbij is gekomen. Moet ik er nog wat mooie lampen bij plaatsen? Ga ik ook zeker doen. Ik ga het eventjes wat mooier maken. Ga er wat boompjes van maken. Dan begint onze industrieterrein begint toch echt wel vorm te krijgen.
Met andere woorden, we gaan weer eventjes alles in orde maken. We gaan die krenten, die moeten we in ieder geval ook weer eventjes niet hier naartoe laten gaan. Maar die moeten we gewoon naar de ontbijtgranenfabriek doen. Dus dat gaan we eerst even doen. En dan gaan we direct door zometeen naar de schapenboerderij. Ja, en op de schapenboerderij aangekomen zie je ook dat onze spullen hier onder een overkapping staan. Maar hier nog niet. En hier heb ik dan ook onze oude Klaas Action 69 neergezet. En ja, het voelt toch wel vertrouwd als we in deze Klaas Action stappen. En dan rijden wij even een klein stukje naar voren. Een klein stukje naar achter. Want dan gaan we alle spulletjes even weghalen. We hebben nog €184.680 op onze rekening. Die gaan we ook goed spenderen. Met andere woorden, de kippenren, die moeten we ook nog gaan plaatsen. En daarnaast werd er ook nog gezegd van, ja, maar luister, je kunt dus nu ook tegenwoordig vissen gaan plaatsen. Daar is een speciale mod voor. Nou, dat wil ik dan ook nog gaan doen. Zo, koppel maar los. En dan, hou me vast. Maar dat wil ik dus ook nog gaan doen. Maar ja, dan moeten we eerst eventjes een mooie plek hebben waar we dat kunnen gaan plaatsen. En ik heb er wel een idee bij, maar dat moet ik eerst eventjes gaan uitwerken. Dus in de aankomende maanden wil ik eerst even wat geld verdienen. En dan gaan we ook zeer zeker die kippenrennen en dan gaan we daar ook weer een speciale boerderij van maken. Maar goed, we gaan dus nu eerst eventjes die mooie schuur weer plaatsen. En die schuur wil ik dan op deze plek gaan plaatsen. En dan hoop ik dat die niet overal in de weg zit. Maar dan wil ik hier ook nog wel eventjes. We gaan hem gewoon plaatsen. €44.000 is van de rekening afgeschreven. En nou heb ik er ook daadwerkelijk. Ja, hier kunnen we dan gewoon. Ja, hier kunnen we gewoon goed bij, jongens. 1066 liter aan stof. 231 liter aan kleding. Wij hebben alweer een pelletje staan. Die kunnen we dan ook nog gaan verkopen, hè, zit ik me nu te bedenken. Maar dat doen we volgend jaar wel. Dat komt wel goed. Maar kijk, hier kunnen we dus dan ook weer de spulletjes. Terwijl ik op mijn eigen machines ga lopen. Kijk, hier kunnen we dan ook weer netjes. Ja, alles neerzetten, het sluit niet helemaal aan. Dat baal ik wel van, want ik ben eigenlijk wel een klein beetje perfectionist. Maar wat we gaan doen, ik ga gewoon al deze spulletjes netjes terugrijden. En dan kunnen wij gewoon alles netjes hier in de overkapping zetten. Staat alles netjes, ja, even kijken, netjes onder de overkapping, zo. Koppel maar los, dan kunnen wij deze ook nog eventjes daar netjes terugzetten. En dan, misschien kunnen we dan wel meerdere producten naast elkaar zetten. Maar ja, dat is toekomstmuziek. Zo, kop hem maar aan. Even de verlichting gewoon weer aanzetten en dan netjes achteruit rijden. En dan willen we het gewoon in één keer erin, dames en heren. Gewoon in één keer. Kijkt u eens. En dan past hij er gewoon helemaal onder. Dan wil ik hem wel zo ver mogelijk doorrijden. Ja, kijk eens. Loskoppelen. Dan zetten we deze vooruit. En dan is ook weer deze taak weer voldaan. En dan, ja, daar ben ik wel blij mee, hoor. Kijk, deze mooie trekker ook helemaal achter. En dan zit hij toch weer onder de overkapping. Kijk eens. En dan, hier ben ik blij mee, dames en heren. Dit is ook wel echt wel weer een toevoeging op ons boerderij. Er staat gewoon alles er netjes onder. Dan staat ook hier alles onder die overkapping wat we nodig hebben. En misschien moeten we wel weer eventjes. Moeten we alweer wat pallets gaan verwijderen? Ja, we moeten zo meteen wel weer even pallets gaan verwijderen. Maar we hebben dus nu nog een andere belangrijke taak. En ik moet nou ook echt eens een keertje dat gras gaan maaien. Dus dat ga ik zo meteen als eerst eventjes doen. Want ja, dat is gewoon een doorn in mijn oog. En we kunnen hier gewoon veel meer mee. Ik ga hier ook hooi van maken. En hebben we ook weer hooi voor de. Ja, dat had ik al een keer gedaan. Maar daar hebben we voor de aankomende periode gewoon voldoende. En dan gooien we daarna ook wel weer het gras. Ook wel weer, dat komt allemaal wel goed. Dus we gaan nu eerst eventjes een andere taak doen. En dat is de aardbeien. Die moeten bijgevuld worden bij de bakkerij. Dus we moeten in de verrijker stappen. En dan gaan we naar de bakkerij toe. Ja, en dan rijden wij met de verrijker natuurlijk over onze boerderij heen. En nou zag ik al het een en ander overal bij de. Op de boerderij zie ik dan overal pallets staan. En ja, die moeten wij wel op een gegeven moment naar de palletopslag brengen. En dat we dan in één keer dat kunnen gaan verkopen. We zetten natuurlijk nu alles op. Gooi maar bij. Oh, dat is natuurlijk landbouwkalk, jongens. Landbouwkalk, dat kan natuurlijk niet bij kunstmest. Maar met andere woorden, zo vul je dus ook weer een silo bij. En dat kunnen wij dan in de toekomst ook weer helemaal perfect maken. Kijk eens, het zit hartstikke mooi. Dus lepel omlaag. En dan gaan wij dus nu ook daadwerkelijk eventjes naar
onze naar onze mooie... Kijk, hier hebben wij geen aardbeien meer. We hebben geen aardbeien meer. Ach, jongens, dat is ook niet zo slim, hè. Dus we moeten deze gaan aanpassen. Kijk, wat we gaan doen... Even kijken, we gaan dus nu de sla weghalen. Dan aardbeien, die gaan we niet verkopen, maar die gaan we verspreiden. En dan gaat dit in ieder geval naar de bakkerij toe of gaat dit dan naar de opslag? Weet ik niet. Ik wil niet dat alles naar de opslag gaat natuurlijk. Daar moet ik ook... Ik heb geen idee nog hoe dat werkt, maar daar komen we wel uit. En als jullie nou zeggen van, hey, let daar en daar op, want die... Dat verspreiden, ja, dat wist ik ook helemaal niet, jongens. Dat is, ben blij dat jullie me daarbij helpen. Dus laat deze maar netjes achteruit, zo. Dan kunnen wij de lepels bij elkaar. Zo, dan moet ik het wel even netjes doen. Want dan hebben we alweer 1000 liter aan aardbeien op onze verrijker. En die moeten wij dan eventjes netjes, met nadruk op netjes... Naar de bakkerij brengen. Zo, en dan komen we netjes bij de bakkerij aan. En dan hebben we dus geen trambeland gehad onderweg. Met andere woorden, de 2 pallets die zitten nog steeds bij ons bovenop de verrijker. En dan wordt die helemaal opgenomen. Let op. Dan gaat er zometeen alweer een palletje vanaf. Dit is wel fijn. Wat ik dan zometeen moet doen. Ik heb nu natuurlijk nog de taart en het brood. En alles heb ik dus nu nog op verkoop staan. Omdat ik natuurlijk per maand zo gigantisch veel... op verkopen had staan. Dus we stappen even uit. Maar dat, ja... ik kan dus nog meer geld gaan verdienen. Want ja, je bent gewoon een behoorlijk bedrag kwijt, zeg maar. Als je het op automatisch verkopen zet. Ik denk wel, ja, ik heb geen idee. Maar je verdient er echt wel een stuk minder aan. Het is nog net geen 50%, dat weet ik. Maar ja, dat komt echt wel in de buurt van 40% volgens mij... Maar goed, ook deze taak is weer voldaan. Maar het is ondertussen 10 uur en we hebben er weer geld bij gekregen. En we hebben dus nu 144.907 euro op onze rekening staan. Ik ga eventjes uitstappen, want het is namelijk zo. Ik moet dus nu in mijn vrachtwagen stappen... om die 2 pallets op te gaan halen. En ja, dat duurt behoorlijk lang. En ik denk dat dat geen zin heeft. Dus we moeten ervoor gaan zorgen dat we een auto hebben... die tussen al die boerderijen kan gaan rijden. En nou heb ik een hele gave auto gezien die ik wil gaan toepassen. We hebben er genoeg geld voor, dus dat ga ik ook zeer zeker doen. We gaan dus nu naar de winkel om een extra auto te kopen... die het een en ander aan spullen... heen en weer kan brengen. En dat is deze auto, de Lizard TLX 3500 single cab 7,3 liter met 620 pk, gaat 185 km per uur over de velden heen met all-terrain banden. Oftewel, dat hebben wij gewoon nodig. Deze kunnen wij kopen voor 49.250 euro. Dat gaan we ook doen. Maar dan zijn we er nog niet. Want we moeten natuurlijk ook nog een bak hebben die we erop moeten kunnen kopen. Of althans moeten plaatsen. En dat is wel verstandig. Want ja, met deze kunnen we gewoon veel sneller alles heen en weer brengen. Dus we gaan hem kopen. En dan gaan we even verder met de bak die erachter moet komen. En de bak die erop gaat, dat is de TLX 3500 Flatbed XL. Dit zal een hele mooie toevoeging zijn op de auto. We hebben hem ook in een speciale kleur weer geplaatst. Dus ook deze gaan we kopen. En dan gaan we deze combinatie ophalen. En dan hoop ik er ook nog een extra aanhanger achter te kunnen plaatsen. Ja, helaas is die aanhanger er nog niet. Dus moet ik hem gaan opzoeken. Maar dit is dus de auto die wij hebben gekocht om het een en ander te kunnen gaan vervoeren. En ik denk dat dit wel een hele mooie toevoeging is aan onze boerderij. Ik heb hem dezelfde kleur gemaakt. Oh, zo, ging wel heel erg snel. Maar ik heb hem dezelfde kleur gemaakt als onze Case 2 trekkers. Met de kleuren rood en zwart. We gaan nu direct eventjes naar de schapenboerderij om eventjes de kledingpallets op te gaan halen. En dan gaan we dan verkopen bij ons. Zo, en dan plaatsen we de laatste pallet hier van onze schapenboerderij. Die plaatsen wij op de laadklep hier. Even kijken, dit is natuurlijk wel een laatste redmiddel natuurlijk. Want we worden natuurlijk steeds groter. En dan moeten we natuurlijk ook andere apparaten hebben. Ik vind het wel een mooie toevoeging aan de boerderij, absoluut. Daar kan ik sneller heen en weer rijden.
Natuurlijk zullen we natuurlijk de vrachtwagen enzovoort ook nog wel nodig hebben. Maar kijk even, deze staan erop. Heb je een idee? Kijk, er kunnen er nog twee achter. Mooi, dan stappen we in. En dan... Oh, kijk dan. Ik heb ook nog de zwaailamp aangezet. Haha, wat is dit lachen zeg. Kijk dan. Nou, dan gaan we ook nog terugrijden naar de boerderij. Dan moeten we dus zometeen hier... Ja, gaan we zometeen echt wel het gras maaien. Want dat moet echt gebeuren, jongens. Maar we rijden ondertussen al 80 met 2000 liter aan kleding. Dan gaan wij dus nu terugrijden naar de boerderij. En ik ga hier eventjes naar rechts. Ja, dat is wat ik ga doen. Ik ga hier naar rechts. En dan denk je, naar rechts. Maar waarom ga je dat dan doen? Nou, het is heel simpel. Omdat dit stuk, dit rijdt ook nog wel een heel stuk fijner. Maar we gaan eventjes snel naar de boerderij en dan gaan we de kleding verkopen. Ja, en dan zal ik de derde pallet ook eventjes vastzetten. Oh, hier, kijk, nog meer shortbanden, jongens. Dat is wel fijn. Dus dat, met andere woorden, we kunnen dus nu lekker naar de winkel gaan. En dan kunnen wij de kleding gaan verkopen. En dan krijgen we er toch nog 56.000 euro bij, jongens. Dan is dit het geld. Ja, de kleding die we nu verkopen, dat is gewoon het geld waarbij we deze auto hebben gekocht. En dan is het, al gebruiken we hem niet veel, is het toch echt wel een mooie toevoeging aan de boerderij. Ik moet nog wel eventjes wennen aan het autorijden. We moeten het natuurlijk niet de hele tijd gasten geven, maar het zal wel fijn zijn. Even kijken en dan even kijken achteruit rijden. Zo. Ja, en dan vind ik het echt wel... Het is wel een dieselslurper. Moet je even kijken ook, jongens. Hier, even kijken. Achteruit rijden even de shortbanden los. En dan gaan we... Ja hoor, kijk eens. 128.999 euro. 54.841 euro. Hebben. Ja, heeft de kleding nog opgeleverd. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Met andere woorden, we gaan deze eventjes terugzetten. En dan gaan we aan de allerlaatste taak beginnen. En, maar ja, dat doe ik eventjes buiten beeld. Want dat is het grasmaaien. En dat moet nu echt een keertje gaan gebeuren. Met andere woorden, we gaan deze gameplay video afsluiten. Dan was het een korte gameplay video. Maar wel ja, eentje die echt noodzakelijk was. Die moest gewoon gaan gebeuren. Met andere woorden, we rijden achteruit. En ik zeg wel vandaag heel veel met andere woorden. Nou ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Kijk eens even aan. Het logo, dat blijft gewoon lekker branden. En dan is dit ja, de toevoeging die wij hebben op onze boerderij. De T8, de 2 Maisie Ferguson. Dan de 2, ja, kijk eens eventjes. Deze 2 grootheden. En ja, zo gaan we stukje bij beetje verder met onze boerderij. En breiden we hem steeds uit. En de eerstvolgende keer gaan we eventjes kijken waar we dus die kippenren kunnen gaan plaatsen. En eventueel nog onze vissen. Want die gaan we natuurlijk ook doen. Maar bij deze wil ik jullie bedanken voor het kijken weer naar deze gameplay video. En ja, zoals altijd, tot de volgende keer.